De gemeenteraad van Bergendal heeft zich in ruime meerderheid uitgesproken voor de komst van een nieuwe school in die gemeente. De school gaat 50 weken per jaar geopend zijn, zodat ouders makkelijker het onderwijs van hun kinderen kunnen plannen. Het besluit is opvallend, want het college van burgemeester en wethouders had negatief geadviseerd over de komst van een nieuwe school. Het was een spannende avond, waarin heel veel gediscussieerd is over de aanvraag. Maar met overgrote meerderheid het amendement door de gemeenteraad is gesteund. Oftewel, zij steunen onze nieuwe school. En daar zijn we hen ontzettend dankbaar voor. Voor alle tijd die ze hebben geïnvesteerd om tot dat hele krachtige amendement te komen. Het college had in eerste instantie een negatief advies gegeven. Maar de gemeenteraad heeft nadat zij de aanvraag hebben bekeken, besloten dat zij een amendement, oftewel een wijziging om dat collegebesluit wilde invoeren. En dat hebben ze met 10 van de 11 partijen gesteund. Het was een heel intensief proces, maar we zijn wel heel blij dat de gemeenteraad en het college heel gedegen heeft gekeken naar het voorstel. Wat heel onderscheidend is, is dat wij 50 weken per jaar open zijn van 8 tot 6. En dat doen we niet voor niks. Dat doen we namelijk omdat we op die manier onderwijs op maat kunnen bieden aan kinderen. En dat betekent dat kinderen eigenlijk gedurende die hele periode breder en meer onderwijs kunnen genieten. Alle scholen die ik op dit moment ken, die doen ontzettend hun best om elk kind te zien. En wat wij juist heel erg belangrijk vinden, is om kinderen nog meer de mogelijkheid te geven zich breder te ontwikkelen. Dit is een hele belangrijke stap, maar vanaf hier gaan we eerst naar de minister. En de minister gaat ook de aanvraag weer echt goed beoordelen met alle wetten en cijfers en reikwijdtes die gelden. En als ook de minister goedkeuring geeft, dan mogen we echt open in augustus 2018.